Nou, dat is nou toch ook wat, Piet? Ja, wat een toestand. Alle mensen, wat moeten we nou weer? Ja, gelukkig heeft Sinterklaas ons alvast naar voren gestuurd. Om te controleren. Ja, precies. Ja, want... De gemeente heeft aangegeven dat in Zwarte Waterland... welke broer? Ja, deze. De Verlaatbrug. De Verlaatbrug niet open kan. Hij gaat niet draaien. En dat is natuurlijk een probleem. Ja. Want wij komen natuurlijk hier altijd met die prachtige, mooie, versierde boot. En dan gaan we door de grachten. Ja. En dan willen we wel weer gaan. Klopt, ja. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Hij gaat niet meer omhoog. En ook niet naar beneden. En ook niet meer omlaag. Wat een pech voor de gemeente, zeg. Maar ook een pech voor ons. Maar ook voor ons. Want nu kunnen wij niet met de boot er doorheen. Nee. En, maar daarom zijn wij hier, om een oplossing te bedenken. Wij gaan een oplossing bedenken. Ja, wat gaan we doen? Zullen we eerst eens meten? Laten we gaan meten. Meten hoe hoog het water is. Of hoe hoog, de brug is. Nou, dat gaan we doen. Ja. Laten we maar eens gaan meten hoeveel ruimte we hebben. Ja, even kijken. Helemaal tot het water, hè? Wat zeg je, Piet? Helemaal tot het water, toch? Ja, helemaal tot het water. Oké, 1, 2, daar gaat ie. Zie je hem al? Ja, dat is bijna bij het water. Is hij al bij het water, Piet? 1, 2, ho! Nou, 3 meter en 20 centimeter. Nou, dat gaat nooit lukken, Piet. Dat gaat niet passen. Nee. Dat scheelt wel 8 meter. Dat denk ik ook, maar als het niet meer is. Ja. En weet je, we kunnen ook kijken hoe breed hij is. Hoe breed hij is. Ja, dat is misschien wel slim. Kijk, dan loop ik naar de andere kant. Ja. Hoeveel zijn we dan? Dat is 5 meter. Dat is ook niet groot genoeg. Dus dat scheelt al 3 meter. Ja, maar dat is nog steeds te weinig. Dus overdwars kan die ook niet. Nee. We halen er wat water uit. We gaan water weghalen. We halen het water weg. En dan wordt het lager. En dan kan de boot eronder door. Dan gaan we straks weer meten. Dat gaan we doen. We halen allebei even eerst een emmer op. Ja. Beginnen. We gaan er wat water uit halen. Ik ben benieuwd. 1, 2. Ja. Hupsakee. Ja! Eerste emmer, Piet. Ja, heb jij hem ook al? Ah, moet ik je helpen? Ja! Dankjewel. Alsjeblieft. 2 emmertjes water. Nou, 2 emmertjes water. Ga je maar even eerst door. Kom je straks anders helpen? Weet je, dan gooien we het gewoon. En dan gooien we het aan deze kant er weer in. Ja, dan. Dan wordt het vanzelf lager. Dan wordt het vanzelf lager. Hoppa! Nog één! Volgende! Hupsakee! Dit gaat handig zo, Piet. Wat hebben wij een fantastisch idee bedacht, of niet? Ja, dat moet je willen, hè? Huppatee! Ja! Hey, je wordt de helft ernaast, Piet. Je hebt de helft ernaast. En dan even 1 en 2. Hupsakee! Hey! Hup! Wat zei je? Dat is al 4, Piet. Dat is al 4. Nou, nog een keer. Nog een keer. Hoppa! Hoppa! Oeh, ik heb een vol. Ja, daar komt hij weer. 2 jammetjes water. 1, 2, samen. Ja, 1, 2. Hupsakee. Zullen we eens weten of het gelukt is? Laten we maar eens doen. Laten we doen. Meten of het gelukt is met die emmers. Gaan we doen. Even kijken. Ja, oh. Huh? Hè? Nee. Minder dan net. Het is hier hoger geworden. Het is hier nu hoger geworden. Ja, maar luister. Oh. We hebben het water aan de overkant weggehaald. Oh, natuurlijk, we hebben het daar weg en we hier weer erin gegooid. We moeten naar de overkant. Ja, we moeten naar de overkant. Het helpt niet. Het heeft niet geholpen.
dan moeten we meer doen. Dan moeten we er nog meer emmers uithalen. Maar ik denk dan dat we niet eens voor kerst klaar zijn. Dat denk ik ook niet. Jongens en meiden, zoals jullie zien, we hebben een groot probleem. We willen graag op 18 november bij de kalkovens aankomen. Maar hebben jullie misschien een idee hoe we daar dan heen kunnen? Een oplossing. Een oplossing voor ons probleem. Wij horen graag of jullie met ons mee willen denken. En dan gaan wij ondertussen verder scheppen en nadenken of wij ook iets weten. We zien jullie 18 november om 1:30, hopelijk hier in de gracht. Tot dan. Tot dan.